leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ben jij een nieuwe kijker? Hoi, mijn naam is Denise Anna en superleuk dat je op deze video hebt geklikt. Wie van jullie kan het intro al mee praten? Vandaag weer een nieuwe aflevering van de serie Hashtag Action Maandag. En in deze aflevering vond ik het leuk om eventjes weer een shoplog te doen. Maar dan een shoplog die gericht is op herfstdecoratie. Want ik kan nu mijn eigen huis helemaal decoreren. Dus ja, daar gaan we ook zeker gebruik van maken. Goed, ben jij een nieuwe kijker? Als je het leuk vindt om mij te blijven volgen, vergeet dan zeker niet om heel even op die abonneerknop te drukken. En natuurlijk op de notificatiebel, want zo ben je als allereerst op de hoogte wanneer ik een nieuwe video online post. En niet te vergeten, dan hoor je ook bij de hashtag Denise Anna Squad. De shoutout van de video die komt nu in beeld. Hey, leuk dat jij bij de Denise Anna Squad hoort. Een volgende keer een shoutout, zorg dan dat je bent geabonneerd en zet de notificatiebel aan. En laat het eventjes weten hier beneden in de comments. En ja, goed, met dat gezegd hebben we laten we vooral lekker beginnen met de video. Zo, jongens. Ik heb ooit de tas vol. Heel veel gehaald. Ik was er even in een andere action dan normaal. Ik was in de action in Leiderdorp. Dit is op geen enkele manier gesponsord. Maar joh, dan heb je een beetje tips, inspiratie. Die in Leiderdorp is echt mega groot. Nou ja, groter dan ik ben gewend. Dus ik was wel even een tijdje binnen. Ik vond het heel erg gezellig. Heel snel, deze hebben jullie al gezien. Dit is cadeaupapier. Alvast voor de kerst. Ik hoop niet dat mijn familie dit gaat zien. Want dan weten ze mijn kerstcadeauverpakking wat er onder de boom ligt. En ja, dat is altijd een verrassing. Dus ik verwacht niet dat zij deze video kijken. Ja, mijn vader en mijn moeder trouwens wel. Misschien vergeten ze het weer tijdens de kerst. Oké, komt dus bij de action dit leuke oranje pompoenboompje. En ja, dit is echt wel lekker herfstachtig. Dus ik weet niet waar ik hem ga neerzetten. Weet je, onze woonkamer is nog totaal niet herfstachtig. Het is gewoon basic for every season, every party. Maar we gaan met de herfst gezellig meedoen. Met Halloween, met kerst, met alles ga ik decoreren. Dus ik voel hem helemaal. Begin is er. En dit boompje heb ik ook in het groen. Ik denk dan, ja, is toch een beetje gezelligheid. Is het ook een pompoen in of wat het ook is. Ja, hartstikke leuk. En dan wil ik natuurlijk ook even weten wat deze dingen gekost hebben. Herfstplant plus pompoen. €1,30. Ja, €1,30. Oké. En dan gaan we door. Ik heb namelijk ook deze twee dingen gehaald. En ja, dit zijn gewoon bladeren. Die je dan, ja, moet neerleggen of zo op iets. Ik heb dus op de tafel, zien jullie hier een of andere palmboom. Weet ik wat voor plant het is. Die staat op een houten plateau. Dacht ik, nou dan snipper ik zo deze dingetjes op dat plateau. En dan is het een beetje zo herfst. Oh, heb ik iets heel erg leuks. Dit is een aroma set. Met, ja, kijk hoor. Streetlight. Wat staat hier allemaal? In ieder geval geurstokjes. Wacht, het is veel te overbelicht hier zo. Er zitten geurstokjes in en kaarsen. En volgens mij zitten geurkers. Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Ik ben ook al heel erg fanatiek met kaarsjes branden. Ik vind het gewoon gezellig. Ook heb ik een kersenpittenzak. Deze dingen zijn altijd zo zwaar relaxed. Die doe je in de magnetron en dan is die warm. Ja, en dan leg je het lekker op je buik of in je bed als je het koud hebt. Ja, en ik vind het altijd zo lekker. Nou ja, deze ruikt nog een beetje chemisch, maar een oude goede kersenpittenzak die ruikt zo lekker. Ja, ik weet niet, misschien ligt daarbij denk ik hoor. En even kijken, oh wacht, ik ben ook die diffuser vergeten. Die diffuser die kostte €8,88. Heel raar bedrag, maar ja, het zal wel. En de kersenpittenzak die kostte €2,79. En ik zie ook dat ik de prijs van het cadeaupapier ben vergeten te noemen. Die zijn 70 cent per rol. Ik ben wel een beetje all over het pace. Hebben jullie door? Verder heb ik bij de Action deze plate gehaald. En het is zeg maar een plate waarvan deze kant mega zacht is. En dit is dan gewoon donkergrijs. Echt zo relaxed. Oh. En ik dacht, ja, misschien is het wel leuk om over de bank te leggen. En deze deken die kostte €7,98. Duur. Oh, ik had echt verwacht dat deze €3 zou zijn. Maximaal. Oké, nou ja, prima. En even kijken. Tot slot heb ik ook deze adventkalender gehaald. En ik ben altijd echt een fan van adventkalenders. Wij kregen er vroeger ook altijd eentje met chocolaatjes. En ik maakte trouw elke dag een vakje open. In tegenstelling tot vandaag. Vandaag ga ik ze allemaal in één keer openmaken. Voordat ik dat hele pakket heb opengemaakt, wil ik even weten wat het kostte. Oh, deze kost ook €8,88. Ik ga jullie even iets lager zetten, want dan kan ik gewoon op mijn billen zitten. Okay, ik ga ze heel snel openmaken. Waarschijnlijk ga ik dit ook even doorspoelen. Ja, weet je, het wordt een hele lange video. Ik ga gewoon als een mannen van links naar rechts. Ik zit zo door.
adventskalender is open. Hij ging af en toe een beetje moeilijk open. Ik heb hier en daar een stukje van mijn nagel gescheurd omdat hij zo stroef ging. Maar hij is open. Ik kan net zo goed nu even dat hele karton eraf trekken. Dan kan ik goed bekijken wat er nou in zit. Oh, wat erg dit. Wat zonde. Maar oké, nu kunnen we het even goed bekijken allemaal. Dit is alles wat erin zit. Echt onwijs veel hele leuke dingen. Echt super leuk bedacht. En wat is dit? Stickertjes voor op je gezicht, denk ik. Oeh, coconut oil ding. Dit vind ik altijd lekker. Ik moet even opdoen. Wenkbrauwpotlood, mascara, oogpotlood. Dit vind ik echt super leuk. En dat voor die prijs. Ik vind het echt een leuk cadeau. Hij gaat iets moeilijk open, maar joh, hè, dat, nou, hij moet sowieso open. Dus dat maakt dat ook niet meer uit. Oh, lekker. Ja, helemaal goed. Nou jongens, dan zijn wij er bij deze doorheen. En dat betekent dus dat we aan het einde zijn gekomen van deze video. Vond je het nou een leuke video? Geef zeker dan eventjes een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie vrijdag in de nieuwe video om 3 uur. Doei, doei, bedankt voor het kijken.